een gezellig avondeten met vrienden. In een klein stadje in Nederland woont Femke. Ze houdt ervan om nieuwe recepten uit te proberen... en lekker te koken voor haar vrienden. Op een dag bladert ze door een tijdschrift... en vindt ze een heerlijk recept voor Thaise curry. Ze besluit het te maken voor het avondeten. Femke bekijkt het recept en ziet dat ze een blikje kokosmelk nodig heeft. Ze kijkt in haar keukenkastje, maar helaas heeft ze er geen meer... Geen probleem, denkt ze, ik kan er snel eentje halen bij de supermarkt om de hoek. Ze trekt haar jas aan, pakt haar fiets en gaat op weg naar de supermarkt. Onderweg voelt ze de wind door haar haren waaien. De lucht ziet er een beetje grijs uit, maar gelukkig begint het niet te regenen. Bij de supermarkt koopt ze een blikje kokosmelk en een paar andere ingrediënten die ze nodig heeft voor het recept. Eenmaal thuis begint femke met koken. Ze snijdt de groente, bakt de kip en voegt de kruiden toe. De geur van de curry vult haar keuken en ze kan niet wachten om het te proeven. Net voordat het eten klaar is, belt Femke haar vrienden op. "Hoi, willen jullie vanavond bij mij komen eten? Ik maak Thaise curry en ik zou het leuk vinden om het met jullie te delen." Nodigt ze hen uit. Haar vrienden stemmen graag toe en komen even later aan bij Femkes huis. Ze genieten van de gezellige sfeer en het heerlijke eten. Het avondeten is een succes en iedereen heeft een geweldige avond samen.